vinden van een balans tussen je werk en je privésituatie is voor veel mensen al een uitdaging. Laat staan als jij moeder bent van jonge kinderen. Dan is de uitdaging nog groter. Balans is niet iets wat vaststaat. Balans is continu in beweging. Net als je leven, je leeft één leven, dat leef je nu. Je hebt niet een werkleven, je hebt niet een privéleven. Het leven is één geheel en je hebt één portie energie om die te verdelen. En voor veel moeders is dat een hele grote uitdaging. Hoe ze dat dan doen? Nou, hoe kan je nou zorgen dat je meer balans krijgt? Het eerste wat je kan doen is je ideale situatie bepalen. En die ideale situatie hoeft helemaal niet haalbaar te zijn. Maar het gaat erom dat jij er daardoor achterkomt wat voor jou echt belangrijk is. Dus hoe regel je de opvang van je kindjes? Breng je je kindjes naar je ouders of schoonouders? Vind je het oké als ze 3, 4, 5 dagen naar de opvang gaan? Wil je 3 dagen werken? 4, 5? Of beslis je, ik wil graag volledig thuis zijn? Het maakt niet uit wat jouw ideale situatie is, maar door die ideale situatie te schetsen, krijg jij een beter beeld van wat voor jou echt belangrijk is. Dat is dan ook vervolgens het tweede wat je gaat doen. Je de keuzes maken en je prioriteiten stellen. Voor de ene vrouw is het heel belangrijk om aan de carrière te blijven werken. En voor de andere vrouw blijkt het heel belangrijk om voor de kindjes er te zijn. Daar is geen goed of fout. Weet je, maak de keuzes zoals die voor jou fijn zijn en zoals die voor jou goed voelen. De derde tip die ik je wil geven is dat je in het nu leeft. En dat is altijd zo'n magisch woord of een groot begrip. Maar in het nu leven, weet je, neem eens een voorbeeld aan je kind. Je kind doet één ding tegelijk en die wordt niet afgeleid door andere dingen. Die kan helemaal opgaan in dat wat hij of zij doet. Ga eens naast je kindje zitten op de vloer. Ga eens gewoon gezellig samenspelen. Ga er eens naast zitten. Door in het nu te leven maak je minder zorgen over het verleden en maak je minder zorgen over de toekomst. En op die manier zal je meer balans ervaren. En als laatste, lieve moeders, jullie werken al zo hard. Je werkt en op je werk, je bent ondernemer of werknemster en je werkt thuis. Je doet al een superjob, dus wees lief voor jezelf en zie balans als een weg die alsmaar gaat en die nooit ergens ophoudt, maar die elke dag weer wisselt.